Zo, gisteren heb ik mijn tweede vlog dingetje gemaakt. Ik heb wat filmpjes gemaakt op de campus van gebouwen. We zijn in Channel 9 geweest. En daar heb ik wat van opgenomen. Die kun je straks hierna zien. En nou, dat was dan mijn tweede vlogje. We moeten die kant uit. Waarheen? We gaan nu op weg naar de Channel 9 studio's. Maar we weten de weg niet. En we hebben natuurlijk niet de bus. Nou, dit is een stukje van de campus. Jasper de Pan. Kijk. En dat gaat heel erg ver en dat is heel uitgebreid. Oh, oversteken. Sorry voor het bewegende beeld. Maar het moet kunnen. Eigen verkeersregels hier. Eigen manier van raken. Fanny en Maarten zie je voor me lopen. Kijk, als je dan hier werkt en je hebt vervoer nodig, dan kun je een busje pakken of een soort van taxi. En dan kun je van het ene gebouw waar je zit naar het andere gebouw waar je moet zijn. Want je kunt het lopen zoals wij dat doen, maar je kunt ook gewoon even een bus pakken. Wat je minder ziet is dat mensen hier de auto pakken om van het ene gebouw naar het andere gebouw te rijden. Lijkt het. Maar goed, daarvoor heb ik niet meer eens gemaakt. Zo, daar zijn we dan. Maarten. Farah en ik. In de Channel 9 Studios. Gezellig. Gaaf man. Wij gaan zo direct onze SEN-kast hier opnemen. Ik heb geen flauw idee wat er allemaal op de muur staat, maar dat boeit allemaal niet zo. We gaan het zien. Gelijk even een filmpje maken voor. Cool gasten. Dit is leuk man. We zitten in de Channel 9 Studios en daar gaan we onze webcast opnemen. We gaan even scherm schoonmaken of een whiteboard achter ons schoonmaken. Ik weet niet wat dat is. Laten zien, dat is geheim. En dan. Building 92, de zoekerscentrum en de poppery store. Dus een andere route dat stijgers. Thank you.
in. Ook even gaan eten bij Commons. Daar zitten de Commons. Wat is dat, Maarten? Dat zijn allemaal restaurantjes zitten daar, hè? Ja. En de vorige jaren was de PG-meeting was altijd daar. Maar ook vergaderruimtes en. Ja, dat zit in al die gebouwen zit hier. En hier zie je de gebouwen. Dat, je kunt het bijna zien. Ja, oftewel. Hier zit dus, beneden zit dus kennelijk hoog personeel, want die hebben allemaal een kamer met een raam. En nou, dat zijn de cubicles, de hokjes, eigen hokken, die gevuld zijn met hun eigen dingetjes. En het regent hier, hè? En het regent hier, dus we gaan gauw weer naar binnen. Zo, we zijn nu in het Visitor Center van Microsoft in Building 92. Maarten is even aan het kijken welke hond het beste bij hem past. Allemaal aaien. Een staffertje, een bull terrier. Een bull terrier. Een van de camera's kan ook je leeftijd. Maarten was dat... Wat was je leeftijd volgens dat ding, Maarten? 41. Ja, nee. Met 61. 61. En die van mij was 47. Dus dat vond ik wel interessant. Nou, hier heb je allerlei... alles tentoongespreid van Microsoft. Allemaal doen dingen. Best leuk om te zien. Best leuk om eens een keer te zijn. Oké, nou, dit was mijn tweede vlog. Ik hoop dat je het leuk vond. Ik ga nog wat meer van dit soort dingen maken. En wellicht tot later. Als je het leuk vond, like it en subscribe it. En tot de volgende keer. Hoi!